Goed, dus daar bereidt zich voor op de competitiestart aanstaande zondag. Dan gaat het weer, gaat de bal weer voor het echt rollen, zoals het zo mooi heet, Marco. Het was een flinke voorbereiding van dikke 6 weken. Ja, zeker. Ik denk dat met de eerste wedstrijd tegen Roda erbij, waar we eigenlijk al heel vroeg begonnen. En nog een weekje tussenuit mochten en daarna vol gas richting dit moment waar we nu staan. Dus dat is alleen maar goed, denk ik. Hoe staan we ervoor? Dat is de vraag natuurlijk na zo'n periode. Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat de groep fit is. Nou, dat is vorig jaar ook wel anders geweest. Ik denk dat het belangrijkste is dat het een goede groep is. De koppen die staan dezelfde kant op. En natuurlijk krijg je met teleurstellingen te maken voor degenen die niet spelen. Maar over het algemeen denk ik dat de sfeer in de groep heel goed is. En dat heeft niet zozeer te maken met de oefenwedstrijden die je gespeeld hebt. Maar gewoon met hoe de jongens zijn in de groep. En ik denk dat ook een Dennis Tassar daar een heel belangrijk aandeel in heeft. En dat heeft hij top gedaan, denk ik. Je haakt al een beetje binnen inderdaad. Er zijn natuurlijk veel nieuwe spelers gekomen. Dan moet je inderdaad denk ik weer op zoek gaan naar het teamgevoel. Ja, zeker. Nou, we hebben een avondje gehad met de vrouwen. Dat hebben we vorig jaar volgens mij heel het jaar niet gehad. Hè. Dus zegt ook alleen maar hoe belangrijk nu het groepsgevoel is. Je moet het uiteindelijk met elkaar doen. En heb je alle 20, 21, 22, hoeveel dat ook wil zijn dan, heb je gewoon nodig. En dat belang denk ik dat de meeste jongens goed inzien. En dan kunnen we als groep stappen gaan maken. De vraag ook na zo'n voorbereiding, waar staan we? Hè? Dat is natuurlijk altijd lastig in te schatten. Je ziet natuurlijk heel vaak ook ploegen die een slechte voorbereiding hebben en dan zeg maar in één keer kunnen verrassen. Ja, het is een beetje koffiedik kijken. Ja, dat hebben we vorig jaar ook gezien natuurlijk. En, dus we moeten ons niet te snel in wijken rekenen, dat sowieso niet. Maar we moeten gewoon vanaf het begin af aan laten zien waar we voor staan. Nou, en, ik denk dat we een groep hebben die gretig is. Die strijdlustig is, die het met elkaar wil doen. Nou, als je dat al op de mat kan brengen, dan denk ik dat je al voor 80% een goede wedstrijd kan spelen. Ja. Kevin zei net, we staan te popelen om te beginnen. Dan begin je zondag thuis, thuiswedstrijd. Dat is in ieder geval altijd mooi en dan komt het best vooruit. Kun je er iets van zeggen? Nou, Jordi heeft contact met de trainer die tegen best vooruit gespeeld heeft. Dus daar gaan we morgen even mee aan de slag, examen Jordi. En dan gaan we eens even analyseren waar onze sterktes kunnen uitkomen bij hun. En, ja, en dan moeten we een plan gaan smeden om het zondag voor elkaar te krijgen. Ja. Als je kijkt naar blessures, dan staan we er goed op, want volgens mij is iedereen fit. Ja, er zijn wel kleine klachtjes, maar dat niks noemenswaardigs. Dus dan zie je ook naar de wedstrijd die we afgelopen woensdag gespeeld hebben tegen Heerlensport. Dan kunnen we gewoon de hele bank, die speelt eigenlijk. En dat is ook wel eens anders geweest. Dat je maar 1 of 2 jongens kon afstaan. En nu hebben er gewoon 7, 8, 9 jongens gespeeld. Dus wat dat betreft zijn we als groep denk ik heel fit. En wat Kevin zegt, we staan te popelen. Ja, wij ook dus in ieder geval. Een mooi seizoen, volgende sterren en laten we het beste ervan maken. Dat sowieso. Ik bedoel, we willen graag waar we vorig jaar gespeeld hebben. Nou, dat moeten we op verschillende manieren kunnen we daar komen. En dat is onze taak, denk ik, om daar onze uiterste best voor te doen. Ja, zeker. Super. Dankjewel, Marco.